Ik ga mosterdjes koken. Klaar met je olijfolie. Dan heb ik hier wat gehakte venkel, gehakte bleekselder, een gehakt rood uitje en een heel dun geschaafd knoflook. Alleen een beetje om de smaak te versterken. Het is niet de bedoeling dat er de knoflooksmaak aankomt, maar het wordt nu echt gebruikt als een smaakversterker. Genoeg olie dat het niet aanfikt. Maken we heel even een beetje gaar. Oké, puur dus om de boel even een beetje glazen te maken, vooral het uitje. We willen geen frikandel speciaal effect aan ons eten. Gisteren kwam Henk binnen met deze mosselen en die hadden we het even met een beetje veenkool, bleekselderij, ui en een scheutje wijn. Terwijl daar hebben we verder echt iets bij gedaan. Deze mossel heeft al zo ongelooflijk veel smaak van zichzelf. Ik heb een paar extra ingrediënten aan toegevoegd. Een scheutje witte wijn. Alles wat je doet in de keuken moet een zuurtje in zitten. Een beetje peper alvast. Allemaal even gewoon op de bodem. Deksel erop, deksel die goed sluit. Voor mosselen openkoken heb je hoog vuur nodig. Zo hoog mogelijk, want je wil zoveel mogelijk hitte in die pan. Daarom moet ook een pan heel, een relatief dunne bodem hebben. Als jij een goed sluitend deksel op hebt, en je vocht, je doet je mosselen koken met zo weinig mogelijk vocht. Er komt vocht uit de mossel. Dat verdampt, dat wordt stoom. En in principe, als je dus niet al te dikke laag mossel hebt, zou de stoom al genoeg moeten zijn om je mossel open te koken. Gebruik je een grote pan met veel mossel erin, is dat iets lastiger. Dus dan zou je hem een aantal keren om kunnen schudden. Nadeel ervan is dat je mossel uit de schelp gaan. Voordeel ervan is misschien dat je de smaakstoffen die je daar toevoegt, wat meer in contact komen met je mosselen. Dus er is wat voor te zeggen. Maar in principe is het ook een beetje onzin. Ja. Ik kan het van allebei kanten bekijken. Oké, nou. We hebben hier het geval dat het vuur een beetje alle kanten op gaat door de wind. Op de maasbuik is het echt een lange loper geweest. Ik ben een voorstander van het net open koken. Dat je heel af en toe nog een mossel hebt waarvan je denkt van hey, die is tegen rauw aan. In plaats van dat je ze iets te ver kookt en dat je een groot gedeelte van je mossel hebt die een beetje gummiachtig worden. Wat eigenlijk gewoon doodzonde is. Nou, je ziet het, ze zijn zo goed als open. Maar even kijken, als ze los zijn van de schaal, van allebei de kanten, nou, dan zijn ze allemaal. Dan zijn we een heel eind. Ik wil het nog heel even snel doen. De laatste lamsoorden van het seizoen. Dit zou je natuurlijk ook met zeekruid kunnen doen, maar je zou het ook bijvoorbeeld met postelijn kunnen doen. Dan heel even erop. Je zou het met rucola kunnen doen. Alles wat een heel dun is en een klein, ja, in ieder geval smaak heeft, ja, zo. Ja, zeker. Veldsla, ik zou niet weten waarom, maar je kan net zoals dat soort dingen kun je ook allemaal zelf gewoon lekker een stampotje van maken. Tomaatje van Dieneke, dat is echt wel heel erg lekker. Wat landkraal en echt voor de smaak ook wat gehakte peterselie. Kijk je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Ja, lekker.